Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Achter een storing boven het midden en zuiden van Europa, een koufront, is koude lucht aan het binnenstromen in Nederland. Dat kunnen we zien op de satellietfoto ook aan dat er meer ruimte is voor de zon. Maar vanaf de Noordzee zien we ook een aantal winterse buien inmiddels het land intrekken. Dat de lucht behoorlijk is afgekoeld, hebben we afgelopen nacht ook al gezien. Op een aantal plaatsen heeft het licht gevroren, met name in de Flevopolder en in het oosten van Noord-Holland. In het midden en westen werd het 2 tot 5 graden. Inmiddels trekken er dus winterse buien over het land van noordwest naar zuidoost. Er komt natte sneeuw bij voor, hagel en ook een klap onweer. In de loop van de avond en komende nacht worden de buien geleidelijk aan minder en beperken ze zich steeds meer tot de kustgebieden. Dit is dan ook het plaatje voor de avond. Vooral dus aan zee nog kans op een bui verder landinwaarts doven de buien grotendeels uit. Verder zijn er brede opklaringen en halverwege de avond is het al afgekoeld tot een graad of 3. De komende nacht gaat het in het binnenland op een aantal plaatsen licht vriezen met minima van min 1 graden. Aan de kust blijft de temperatuur enkele graden boven nul. De wait is wakker tot matige wind uit het noordwesten. In het zuidoosten van het land zou ook wat nevel kunnen ontstaan. Dan morgen overdag krijgen we opnieuw te maken met een aantal winterse buien vanaf de Noordzee. Het zullen minder talrijke buien zijn dan vandaag. Maar er kan ook wel weer natte sneeuw bij zitten. En misschien verder land in ook een enkele keer wat droge sneeuw. Het wordt een graad of 6 en er waait een matige noordwestenwind. Dan donderdag nog steeds kans op een enkele winterse bui, maar droge weer zal er overheersen. En verder is er geregeld zon bij een graad of 6 overdag. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog en ligt de middagtemperatuur rond een graad of 5. Maar later op de vrijdag gaat de wind draaien naar het zuiden en uiteindelijk naar het oosten. Op zaterdag waait een oost tot noordoostenwind en die wordt dan matig. Later misschien in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En die aantrekkende noordoostelijke wind zorgt voor een vrij schraal gevoel. Als we dan nog wat verder vooruit kijken, zien we dat de komende tijd de middagtemperatuur zo rond de 5 of 6 graden blijft liggen, met in de nacht vaak wat lichte vorst. Alleen pas in de loop van de volgende week wordt het mogelijk in de nachten iets minder koud. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.